Mooi. Dag 28, lenteliedjes. We zijn in Aardewacht in de Gereformeerde Kerk. Prachtige kerk weer. Prachtig orgel. En een prachtig mooi weer natuurlijk. Dus dat hebben we allemaal gekregen. Machtig mooi. Vandaag. Waar gaan we het vandaag even over hebben? Waar moest ik aan denken? Ik hoorde van het weekend nieuws over de Gaza-strook en Israël en corona. En je zal er maar wonen met 2 miljoen mensen op een plukkie. En aan de andere kant, je zal er maar wonen in Israël. En je zal maar oorlog met elkaar hebben en heibelschoppen en noem het maar op. En ja, dan denk je na over hoe werkt zoiets en hoe gaat zoiets. En dan denk je, ja, de een koopt wapens en de ander koopt nog meer wapens. En dan denk je, ja, jammer, heel jammer. Zonder hier een politiek iets te doen, moest ik wel aan dat land denken. Dus aan het land in zijn totaliteit. En daar zijn altijd wel wat nummers geschreven, die zijn vast wel bekend. En omdat we hier zo'n heel mooi orgel hadden, wat zich daarvoor leent, voor dat nummer, zonder daar verder ook maar enige bedoeling mee te hebben, heb ik wel dat lied gespeeld, denkende aan het land Israël. Dus inclusief de Gaza-strook en inclusief alles wat en iedereen die bij dat land hoort. Dus vandaag, lentemuziek, dag 28, het lied voor Israël.